soortgelijke geschud in deze groep en met zijn mirakel zullen Borussia Dortmund en Lazio Roma zich plaatsen in deze poelen. Club neemt het thuis op tegen Zenit. Zenit moest vorige keer het onderspit delven in Rusland met een 1-2 verlies. Nu, Club Brugge thuis is ook niet schitterend. Ze konden geen Champions League wedstrijd winnen en daar proberen ze deze keer een verandering in te brengen. Dat kan wat mogelijk zal gebeuren, maar beide teams weten heel moeilijk de weg te vinden naar een doel. Interessante weddenschap misschien. Djuba is betrokken in 13 van de laatste 18 doelpunten bij Zenit Sint-Petersburg. Beide teams scoren daarentegen zeer moeilijk en daarom ga ik voor de Under Asian Handicap. Paris Saint-Germain kijkt aan tegen een moeilijke verplaatsing in Engeland. De Engelsen die pakken 21 op 21 thuis in Europa. 24 doelpunten gemaakt, maar 2 tegen. Paris Saint-Germain scoort minimum 2 doelpunten in zijn laatste 6 van de 7 uitwedstrijden in Europa. En ik verwacht dat we hier goals gaan zien. Minimum 3.